We kunnen terugkijken hier in Kronenberg, Limburg, op een geslaagde keuringsdag. Het weer liet ons wat in de steek, maar het was een prima accommodatie hier in Kronenberg met goede banen. Zeker wanneer het nat weer is, dan is de zandbodem heel mooi voor de paarden. Ze vertrouwen zich. We kunnen terugkijken op een goede veulen rubriek. 6 eerste premies en daarbij vooral uitkomend van jonge hengsten. Dat is op zich al heel aardig voor de fokkerij. De entes viel op dat het veel jeugd uitstraalt, echte entes. Enkele met een bemerking op beweging.
Datzelfde kan gezegd worden van de Twentes, luxe, grootramige Twentes met toch een bemerking op de stap. Kwaliteit zat vooral in de oudere paarden, in de 4- tot 6-jarige paarden. Stermerries en de kroonmerries was uitstekend. We konden zeker een aantal aanwijzen voor de centrale keuring en daar kan deze vakvereniging met plezier en met genoegen naar terugkijken. Iets tegenvallend waren toch de veulenboekmerries. Bij de 4 jaar en oudere veulenboekmerries zaten 2 stermerries bij. En bij de 3-jarigen zaten er ook 2 stermerries bij. En in totaal van 16 gekeurde paarden is dat iets aan de weinige kant. Kampioenskeuring was kwaliteitsvol met een hele goede kampioen. Met heel veel lossigheid en makkelijke manier van bewegen. En dat was voor ons de terechte kampioen.